De ziekenhuisbonden van Suriname tonen zich afgelopen zaterdag ontstemd over uitspraken gedaan door minister Amara Madin van Volksgezondheid. De bewindsman had zich naar zeggen van de bond op het standpunt gesteld dat als personeelsleden niet tevreden waren met de koopkrachtversterking, zij hun ontslag mochten indienen. Tijdens de vergadering zaterdag in het COB-gebouw van alle zorginstellingen werd besloten vandaag een brief te sturen naar de minister en hem tot woensdag de tijd te geven de uitspraak te rectificeren. Onze redactie sprak met Imro Edam, bondsvoorzitter van het Slans Hospitaal, het Marwina Ziekenhuis en het regionaal ziekenhuis Wanica. De voorzitter deelde ons mede dat de bonden voor morgen dinsdag om 11 uur zijn uitgenodigd door de minister om over de aangeboden brief te praten.